Een week lang passen op. Een hond! Ja, die bal krijg je niet meer terug hoor. Deze ben je ook niet. Van jou? Hé, hey, hoe is deze hond dan? Van mij? Oh, nee, je hebt geen hond, of wel? Ja! Het stinkt. Helemaal supergoed dat jullie kijken naar de Boyfriend Tag. Zeker niet. Nee, we hebben een hele leuke video voor jullie vandaag. Want wij gaan namelijk een week lang passen op een hond. En hij verstopt zich nu onder een stoel. Buddy, kom eens. Nou, ik zal jullie voorstellen aan Buddy. En Buddy is de hond van Iris. Iris kunnen jullie misschien kennen uit een vorige video. En Iris die moest een weekje weg. Dus toen zei Torsten van, nou, wij willen wel Buddy passen, want Buddy is onze grote vriend. Nou, dus dit is Buddy en het is één grote pluisboom. We moeten hem borstelen, we moeten hem aandacht geven en vertroetelen en uitlaten. En dat gaan wij een week lang testen. De ultimate relation test, want wij willen ook een hond. Nu nog niet, maar dan kunnen we alvast testen. Of wij voor een hond zouden kunnen zorgen. Ik voel me wel echt wel een mommy. Dus Buddy, hebben we er zin in? Hebben we er zin in, Bud? Ja, heel veel. Mama, Geertje. Ben je er klaar voor, Buddy? We gaan de hele week voor jou zorgen. Heb je er zin in? Ga je mee naar buiten? Ga even plassen. Kom maar. Lekker pissen. Heb je het? Ja. Wat vind je van dag 1 met de hond? Ik vind dat we het goed doen. Oh, mag jij zomaar los? Ga pakken. Los? Ja, die bal krijg je niet meer terug hoor. Met de fokker, I got you. I kissed you. Nou, we zijn op bed, ga er maar uit. Neem je bal maar mee? Nee, wil je hem niet mee? Oké. Nou, laat je die nou gewoon liggen. Ga je naar boven? Gaan we naar boven? Kom. Misschien moet hij nog kakken. Ja, we moeten hem ook sowieso nog uitlaten. Oh nee, sorry, dit is de eerste dag. Yay, leuk. Grapje. Nou, dit vind ik ook. Oh, fuck. Ik vind het heel onfatsoenlijk, Buddy. Je gaat ook niet zomaar tongzoenen in het openbaar. Nee, ik vind hem niet grappig, hè? Nee, hij is niet grappig. Nou, kom maar, Bud. Nee, hij blijft lekker bij mij. Maar hij keert letterlijk zijn kont naar me toe. Ja, hè? Hij vindt mij veel liever. Nou, je gaat nu naar bed. Los, dan ga ik hem gooien. Kan je er achteraan hebben. Oh. Ja. Lekker pik. Lekker pik, goed geplast. Oké, nou, we waren dus met hem aan het wandelen nog net, de laatste wandeling. En toen had Buddy gepoept en toen ging hij nog een keer poepen en toen kwam er weer niks uit, twee keer niet. En toen, op een gegeven moment ging hij heel erg soort van moeilijk doen en een beetje naar zijn pootjes en zo. Hangen ze drollen nog in zijn haar onder zijn anus. Dus ik heb echt met mijn blote vingers heb ik zijn reet lopen wassen. Dus hij heeft een ongelukje gehad, maar je hoeft het aan niemand door te vertellen. Want hij schaamt zich er een heel klein beetje voor. Gaan we wandelen, Bud? Buddy? Hij denkt alleen maar, ik moet pissen. Het spel is nu veranderd in een soort van tikkertje. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar... Dit duurt al 10 minuten zo. Kom maar, gaan we naar huis. Nou, we zijn net wezen wandelen met de Budster. Hé, Bud? Vond je het leuk? Eeuw. Wat? Er zat een vlieg op de spiegel, ik had hem doodgeslagen. Nu is hij in ons kan een borstelbadje gevallen. Nee, oh, door. Nou, het is nu middag en ik moet werken. Dus Buddy, ga je netjes thuis blijven met Torsten? Ja, wil je die? Je? Rondje. Oké, dat mag ook. Zit. Pootje. Poot. En nog een rondje. Goed zo. Oh. Nee. Oh. Zo doet ze alleen op camera hoor. Oh, kijk hem nou. Lig je lekker, Bud?
Nee. Weet je wie er zo komt, Buddy? Thomas. Ja, die komt voetbal kijken. Yeah. Superleuk. Hey. Hey. Ik heb je aan huis gebonden, Ben. Ik heb de tijd genomen om het goed in te richten. Wacht, is wel een hond? No nee. Shit. Een hond? Ik zei het. Heb je van jullie? Van jou? Doe normaal. Waar komt die niet? Nee, die komt van jou thuis, toch? Waar komt die hond vandaan? Hé, hey, maar die is al. Dat is geen puppy. Heb je die uit asiel? Nee, die is van iemand. Jij doet. Eeuw, hij likt mijn arm. We hebben hem van Iris geleend. Geleend? Ja, ik ben best dat jullie klaar zijn voor een kind. Mama, Gertje! Wat rusten. Doei. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En kijk eens wie er wakker is. Hey, boef. Ja. Ik ga nu het huis uit, want ik heb vandaag twee afspraken. Ik moet gewoon de dag werken. Maar deze twee. Nee, sorry, Bud. Nou, kom maar. Nou, Bud heeft hetzelfde probleempje gehad als eergisteren. Aangezien ik niet zo'n held als Marije ben, ga ik wel met een handschoen. Dus kom maar, Bud. Ga even je reet wassen. Ja, vind je niet leuk, hè? Het stinkt. Nee, blijf daar voor staan. Gaat zo veel makkelijker met twee. Bud, kom hier. Je hebt gewoon tachels. Smeerpijp. Wie is dat? Hey! Ik ben erachter gekomen dat na de 3 dagen dat een hond hebben helemaal niet zo heel intensief en exciting is. Dat is gewoon een extra huisgenootje. Ja, maar dan zijn we erachter, dus dan weten we dat we het aankunnen. Wat doe jij nou? Hij trok zichzelf, hij trok een touw los met een bak en dan die met zijn kop hier tegenaan. Buddy is lekker aan het liggen en die probeert iemand te vinden om mee te spelen. Maar wij zijn lekker aan het koken. Oh jezus. Wee! Wat doe je? Buddy heeft een nieuw speeltje gevonden. Namelijk deze stok. En op het moment dat hij deze stok zag, liet hij zijn speeltje meteen los. Kijk! Moet je springen? Wow! Weet je wie er is? Jammy is er. Ga je mee naar beneden? Gaan we open doen. Precies als we nog verder. Hey! Ik heb jij een hond? Hey, wie is deze hond dan? Van mij? Nee, je hebt geen hond, of wel? Je hebt toch geen hond? Hey. Nee, hij is van Iris. Oh, hij is van Ier. Oh, ja. Ik dacht, hij lijkt op die van Iris. Hoi. Hallo. Wat doet hij? Hij is heel raar. Dat doet een soort van mid-air. Buddy, wat ben je aan het doen? Oké, Bud. We zitten dus rustig op de bank. En deze bagoe, die gaat opeens dit kussen humpen. Maar echt. Hij gaat er echt voor. Het is echt heel hilarisch. Ja, het is heel gepassioneerd dit. Nou, ik dacht ik leg het kussen even weg. Oh, hij is wel beter aan het leren. Ja, ik zie nu. Oh shit. Hij doet het ook steeds beter. Ik ga echt stuk. We hadden het idee dat Buddy nog naar de wc moest. Dus we gaan even een korte wandeling maken. Yay, lekker wandelen. Oh. Nou, heb je lekker geplast? Ja. Gaan we slapen, Buddy? Ja. Hey, Bud. Hey, goedemorgen. Gaan we Marije wakker maken? Nee. Het is vandaag donderdag. Dag 4, denk ik. Is het dag 4? Hey!
Ja. En die is gone. Ik ben even aan het editen. En deze boef komt even kijken hoe het gaat, hè. Is het lekker boven? Met torsten? Lekker spelen? Oh, nee. Oh, don't lick my face. Zo. Nou, Bud. Ga je met ons mee? Want we gaan nu naar het huis van Torsten toe. En dan ga je morgen terug naar mama. Is dat goed? Torsten vindt het niet leuk. Buddy. Buddy. Hier ben je. Buddy. Het is vandaag vrijdag. Wat betekent dat je weer naar huis gaat? Ga je weer naar Iris? Vind je het leuk? Naar huis? Dus we gaan zo even je spullen inpakken. En dan gaan we naar je mama toe. En weet je, Buddy. Kom eens even hier. Buddy, kijk eens. Wist je dat mama helemaal niet weet dat we jou gefilmd hebben de hele week? Ja. Iris, ik wil je hond adopteren. Doe nog even een plasje voordat je naar Iris gaat. Biddy, kom. Waar zijn we, Bud? Zijn we thuis? Oh, hey, ik ga oh my god, een week niet gezien! Nou, Bud, dat was het dan. Bud heeft geen avond meer. Ik vond het een eer om op je te passen. Vond jij het ook leuk? Nee, ik heb een speeltje in mijn mond. Ik wil alleen maar stoeien. Oké, nu heb je het verkeerde moment om afscheid te nemen. Hoezo? Nou, nu heeft hij speeltje. Ik denk dat hij zin heeft om afscheid te nemen. Ja, zie hem al kijken. Oh, oh, oh. Ik wil alleen maar spelen. Nou, dag, Bud. Wat? Wat happening? Oké, bye. Nee. Ik denk dat het klaar is. Ik denk dat je pas weer liefde krijgt als hij... Per bed is. Ja, nou. Oké, joejoe. Oké, joejoe. Doei, Bud. Doeg. Nou, we hebben dus officieel afscheid genomen van Buddy. We hebben een hele leuke week achter de rug. En ik denk dat Torsten en ik er wel achter zijn dat we wel voor een hondje kunnen zorgen. Alleen dat het nog eventjes ligt aan de tijd. En we hebben gewoon niet zo heel veel tijd. Dus vandaar dat we nog geen hondje nemen. Maar we weten wel dat we het kunnen. Omdat we Buddy natuurlijk ontzettend missen, heeft Torsten in de tijd dat Buddy er was een soort van videoclip gemaakt. En het is erg grappig geworden. Neem het niet al te serieus, het komt hierna. Ook Iris' reactie komt er nog bij. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Is het zo, laat even weten met een blauw duimpje omhoog. En ik wil jullie heel erg bedanken voor 300.000 abonnees, guys. We zijn gewoon met 300.000 man. 300.000 man, dat is een soort van... Bijna een derde van een miljoen en dat is echt zoveel. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het altijd kijken naar mijn video's. En de lieve reacties en alle likes en jullie support. Ik hou heel erg veel van jullie. En geniet nog even van het laatste deel van de video. Doei! Oh, oh, oh my god. Dat doet pijn. Deze zout. Ik ga helemaal stuk. Oké, wat de fuck is dit? Wie heeft deze zout gemaakt? Is dat door? Oh my god, ik ga hier heel lekker op nu al. Want dan wordt mijn buikje ronder. Nee, nee, nee. Wat is dit? Ik dacht, oh, ik ga nu kijken naar een vlog van Bud. Hoe die misschien op het balkon heeft gebarfd of zo. Waarom zijn jullie zo? Ik ga echt helemaal stuk. Oh my god. Kijk, wie ben jij? Wie is dat? Dankjewel, ik vind het wel leuk.